Goedemiddag, vrijdag 5 uur Hilversum 2. Dat betekent informatie bij Veronica in Info. Vanmiddag aandacht voor de volgende zaken. 154 gastarbeiders lieten zich vandaag het land niet uitzetten. Zuid-Afrikaanse ambassadeur vermoord. De trein die veel zaken aan het rollen bracht, de Amsterdamse metro. Het laatste traject beleefde vandaag geen feestelijke opening. De Nederlandse export van kalfsvlees, zo'n 500 miljoen, ondervindt moeilijkheden. Westers bezoek aan de DDR wordt vanaf maandag een moeilijke zaak. En natuurlijk de algemene beschouwingen, waar men moe, boos, ziek, maar in elk geval niet vrolijk van wordt. Allereerst naar Duitsland. Oost-Duitsland gaat het reizigersverkeer uit het westen bemoeilijken. Vanaf maandag moeten alle westerse bezoekers aan de DDR bij de grens 25 mark per dag en per persoon omwisselen. Dit geldt ook voor bezoekers aan Oost-Berlijn. Zelfs voor kinderen van 6 tot 15 jaar moet per dag 7,50 gewisseld worden. En met name West-Duitsers die familiebezoek plegen voelen zich zeer gedupeerd. Hetty Hessels vanuit Bonn. De West-Duitse regering ziet in de nieuwe DDR-regeling een zware belasting van de wederzijdse betrekkingen en wil dat deze niet van kracht wordt. Volgens Bonn is deze volledig in tegenspraak tot alle verklaringen van de DDR dat ook zij normale inter-Duitse betrekkingen nastreeft. Bonns officiële en zeer scherp geformuleerd protest wordt door de West-Duitse zaakgelastigden in Oost-Berlijn aan de Oost-Duitse regering nog eens officieel ter kennis gebracht. Interessant is niet alleen het feit dat deze drastische regeling vlak na de West-Duitse verkiezingen bekend wordt gemaakt. Overigens loopt het inter-Duitse reisverkeer hoofdzakelijk in de richting West-Oost. Alleen bejaarden mogen uit de DDR naar het westen komen. Opvallend is ook dat DDR-staatschef Honecker de afgelopen dagen al eerder blijk gaf zich naar het westen te willen afschermen. De politieke situatie in Polen is hiervan de oorzaak volgens West-Duitse politici. Daar werd de oude top uit het Centrale Comité verwijderd onder het motto meer hervormingen en democratisering. Honecker heeft als volgzame leerling van Moskou al scherpe waarschuwingen aan het adres van Polen gericht. De DDR wil tegen alle buitenlandse reactionaire optreden die zich in de binnenlandse aangelegenheden van dat land inmengen, zei hij. Deze waarschuwing, dat gaf men in Bonn al te bedenken, heeft Honecker beslist niet alleen uit eigen initiatief uitgesproken. Oost-Berlijn heeft voorlopig geen behoefte aan veel bezoek uit het westen. De drastische DDR-deviezenregeling aan de grens is dus beslist niet alleen onder het aspect van de Oost-Duitse deviezenhonger te zien. Hetty Hessels voor Veronica Info in Bonn. Bericht uit Israël. Goed geïnformeerde bronnen in Jeruzalem zijn erg bezorgd over de ontwikkelingen die tussen Syrië en Rusland plaatsvinden. U hoort onze correspondente Eva Kellerman. De overeenkomst die Rusland en Syrië zijn aangegaan, het leveren van wapens en Russische manschappen, zorgt dat Israël meer dan ooit alert is. Op dit ogenblik, zegt de Israëlische inlichtingendienst, zijn al meer dan 5000 Russische adviseurs in Syrië gelegerd. En zoals president Assad van Syrië heeft gezegd, mag Rusland van nu af aan ook zijn lucht- en zeemachtbasis gebruiken. Premier Begin zei bezorgd te zijn over deze ontwikkelingen en nog meer ongerust wat er in het geheim tussen Rusland en Syrië is afgesproken. Aanstaande zondag, als de Knesset, het Israëlische parlement, bijeenkomt, wordt er speciaal aandacht besteed aan de ontwikkelingen aan de noordelijke grens tussen Israël en Syrië. En terug naar eigen land. Vandaag werd in een onrustig Amsterdam het laatste traject van de metro geopend. De openingsplechtigheden waren sober gehouden. In een toespraak maakte wethouder Van der Vlis van Verkeer en Vervoer duidelijk dat er wat hem betreft geen nieuwe metrolijnen meer komen. Burgemeester Polak ging in op de onrustige toestand in Amsterdam van vandaag en van de afgelopen maanden. Hij trok fel van leer tegen ondemocratische elementen in de samenleving. U hoort een deel uit zijn toespraak en aansluitend een vraaggesprek van Marcel Kok met de Amsterdamse burgemeester. Wij zullen ons, zoals in de afgelopen maanden, opnieuw met de beschikbare en naar wij verwachten geleidelijk doeltreffendere middelen verzetten tegen antidemocratische intimidatiemethoden die door sommige zogenaamde demonstranten worden toegepast. Methoden die in onze samenleving niet kunnen worden geduld. En die wij fel en principieel zullen blijven bestrijden. Er zijn lieden die roepen, uw rechtsstaat is de onze nu, niet. Wel nu, zij mogen weten dat wij pal staan voor die rechtsstaat die burgers beschermt tegen geweld en intimidatie. En dat wij, en dat wij
die recht staat en deze stad met alle kracht zullen verdedigen. Burgemeester de Polak, een dag met aanleiding tot feestelijkheden zou je denken, de opening van het laatste traject van de metro. Toch vinden ze niet plaats? Nou, we hebben altijd gezegd dat de definitieve opening, we hebben het eerste deel van de Oostlijn is met enig feestelijkheid gepaard. De definitieve opening van dit laatste stuk hadden we nooit grote feestelijkheden voor de plek. Maar morgen mag het publiek er gebruik van gaan maken. Het zou natuurlijk leuk geweest zijn om een open dag te houden of zo. Dat zou wel leuk geweest zijn, maar je loopt in deze tijd enige risico's zoals we gewerkt hebben. Dus de reden er zijn dat dus mensen die datgene wat normaal en feestelijk zou zijn, proberen te verstoren. Gisteravond zijn er een aantal advocaten van een advocatencollectief opgepakt. Daar zijn vannacht nogal wat oproeringen daarover veroorzaakt. Was het wel zo verstandig om dat te doen? Dat moet je aan de hoofdofficier van justitie vragen. Die heeft dat gedaan. Maar het was een duidelijke, naar mijn smaak, maar duidelijke strafrechtelijk feit dat gepleegd is. Dus een strafbaar feit. U hoorde burgemeester Polak van Amsterdam. Het laatste nieuws uit de hoofdstad. Vanmiddag is de rust teruggekeerd. Van de voorlichter van de Amsterdamse gemeentepolitie vernamen we dat er zo'n 140 arrestaties verricht zijn. En deze arrestaties zijn verricht wegens openlijke geweldpleging. Een heel ander soort geweld. Dreaming of 2000, the Electric Light Orchestra. Dag, Electric Light Orchestra. Zuid-Afrika werd vanochtend opgeschrikt door het bericht dat de Zuid-Afrikaanse ambassadeur voor San Salvador, de heer Edward Dunn, door zijn ontvoerders om het leven is gebracht. De linkse guerrillabeweging, de PLF, die Dunn 11 maanden geleden ontvoerde in El Salvador, maakte zijn executie vanochtend bekend. U hoort Mark Beyer. Het PLF, een links georiënteerde guerrillabeweging, stuurde diverse media in El Salvador het bericht van zijn terechtstelling. De reden was volgens het PLF dat men niet had voldaan aan de eis voor losgeld van 15 miljoen rand, oftewel zo'n 37 miljoen gulden. In maart dit jaar werd een bemiddelaar, aartsbisschop Oscar Romero, eveneens omgebracht door het PLF. Pogingen van de familie om het hoge losgeldbedrag bijeen te krijgen liepen op niets uit. Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in El Salvador zei het onwaarschijnlijk te vinden dat het lichaam van de heer Dunn ooit opgespoord zal worden. Een andere eis van de linkse guerrilla zou de publicatie zijn geweest van het handvest van het PLF. De diplomatieke banden tussen San Salvador en Zuid-Afrika werden kort na de ontvoering van de ambassadeur Dunn opgeschort, ook een eis van het PLF. Het contact tussen de familie van de heer Dunn en zijn ontvoerders is altijd zeer beperkt geweest. De Zuid-Afrikaanse regering was zelf ook niet in staat om te onderhandelen met de guerrilla's. De uitkomst van deze zaak, die uitmondde in de dood van de heer Edward Dunn, kwam dan ook niet geheel onverwacht. De zaak nam enkele maanden geleden een macabere wending toen men 4 onthoofde lichamen vond van leden die waarschijnlijk betrokken zouden zijn geweest bij de ontvoering van ambassadeur Dunn. Edward Dunn was sinds 1973 ambassadeur voor San Salvador en zijn kidnapping kwam 30 dagen voor hij met pensioen zou gaan. Mark Beyer, Veronica Info, Johannesburg. Dit is Veronica Info. 154 illegale gastarbeiders moesten zich vanmorgen melden bij de Utrechtse politie. Ze zouden daar te horen krijgen dat ze binnen 14 dagen ons land moeten verlaten. En dat is geen mededeling waarvoor je graag komt. Al deze 154 gastarbeiders waren in beroep gegaan tegen het niet verstrekken van een verblijfsvergunning. U hoort Gert Berg in gesprek met Nico Roze van het Landelijk Actiecomité Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers. Hoeveel van die illegalen hebben zich vanmorgen nou gemeld? Geen één. Er is gisteravond hier in Utrecht een vergadering geweest waarin bijna alle illegalen aanwezig waren. En in die vergadering is unaniem besloten om aan die oproep geen gehoor te geven. Omdat die oproep in feite betekent dat je aan de illegalen vraagt dat zij vriendelijk bereid zijn mee te werken aan hun eigen uitzetting. Een onaanvaardbaar verzoek natuurlijk. Nou handelt de politie eigenlijk met de wet in de hand. Is er sprake van een verscherping? Je kunt zeggen dat er sprake is van een verscherping, omdat bijvoorbeeld beroepsprocedures die ingesteld zijn tegen de weigering van de regering, van het ministerie van Justitie, dat die beroepsprocedures niet afgewacht worden, mensen worden uitgezet, terwijl ze nog best kans hebben om binnen regelingen te vallen. Bovendien zijn er ook wat andere elementen die duidelijk wijzen in de richting van een verscherping van het beleid.
En die verscherping, dat gebeurt op orde van het ministerie van Justitie. Ja, het ministerie van Justitie is daar volstrekt verantwoordelijk voor. Je ziet zelfs dat gebeurt tegen de zin in van plaatselijke vreemdelingendiensten en korpsen van politie. Nou, moest u zich vanmorgen die illegaal in Utrecht melden. Is dat een landelijke tendens of geeft het zich alleen maar te zien in Utrecht? Nou, het is ongetwijfeld een landelijke tendens. Alleen in Utrecht is dat het meest duidelijk geworden, omdat hier dus een vrij grote groep illegale beroep hebben gedaan op de overgangsregeling. En omdat zij als hun thuisadres opgegeven hebben hier de Stichting Buitenlandse Werknemers. Zodat al deze brieven op één adres binnengekomen zijn. En in andere delen van het land zal dat wat anoniemer, wat meer onder de grond gebeuren. Nu hebben die illegalen dan te horen gekregen dat ze ons land moeten verlaten op korte termijn. Hoe zou je de stemming onder de buitenlandse werknemers, onder de illegalen, willen omschrijven? Ronduit wanhopig. De mensen zien dat ze iedere keer toch weer nieuwe verwachtingen krijgen, omdat er een overgangsregeling komt, omdat er een parlementaire meerderheid is die dat gesteund heeft. En iedere keer opnieuw blijkt ook weer dat ze rechten die ze dachten te hebben in de praktijk niet blijken te hebben. Dat is een wanhopige situatie. Klopjacht, is dat een goede omschrijving van wat er op dit moment gebeurt? We gebruiken zelf het woord, althans een woord wat illegale erg nabij is, het woord razzia. Dus echt een systematische nazitten van deze mensen. En dat was Nico Roos op de bres voor de buitenlandse werknemers. Onlangs verleende staatssecretaris Smit Kroes haar toestemming aan de stichting Grind en Zandvaart om buiten de Schippersbeurs om het vervoer van zand en grind te regelen. De schippersbonden willen dat er een evenredige vrachtverdeling komt en wijzen de rol van de stichting af. Vooral ook door het feit dat de voorzitter van de stichting, ingenieur Van der Rossum, als Tweede Kamerlid voor de staatkundige gereformeerde partij en de Tweede Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat te veel betrokken is geweest bij de besluitvorming. Jaap Stanenburg vroeg aan de heer Van Rossum hoe dat nou precies zat. De onafhankelijkheid wilde men gewaarborgd zien. Daar heeft men oorspronkelijk voor uitgenodigd dominee Knot. Die was toen lid voor de Partij van de Arbeid hier van de Kamer. Dat die man topte wat met zijn gezondheid, dus heeft dat af moeten laten weten. Is inmiddels overleden. En toen heeft men mij benaderd. Daardoor kan je al zien dat het helemaal met een politieke opstelling niks te maken heeft. Men heeft gewoon gezocht naar iemand die duidelijk geacht werd onafhankelijk van de partijen te zijn en de zaak bij elkaar zou proberen te praten. Dat is inmiddels ook gelukt. En ik moet zeggen dat daardoor eigenlijk aan de onafhankelijkheid helemaal geen afbreuk gedaan is. Waar komt die kritiek vandaan dan? Want belangenverstrengeling is natuurlijk een forse aantijging. Nou, het is een forse aantijging. Maar het zijn natuurlijk die scheppers die steeds ruzie gezocht hebben met de verladers en daardoor hun klanten kwijtgeraakt zijn en nu ja in een moeilijke positie terechtgekomen zijn. Nou, dat mogen ze, maar dat is min of meer hun eigen schuld. En ze zijn altijd welkom geweest. Bij dit overleg zijn ze nooit uitgesloten. Als ze erbij wilden komen, konden ze er altijd bij komen. Ze zijn vandaag aan de dag nog welkom. Dus de problemen zijn eigenlijk hun eigen schuld? Dat dacht ik ook. En het heeft met onafhankelijkheid niks te maken. Als ik nou een betaalde functie had van een of andere scheppersorganisatie die me dek betaalde. Maar als je pro deo probeert om een paar mensen bij elkaar te praten, dat is toch in dit land gelukkig nog niet onmogelijk. En ik dacht dat het zelfs door partijen op prijs gesteld werd. Maar dacht u niet dat zand en grind verdelen volgens de officiële schippersbeurzen een wat eerlijker, evenwichtiger systeem zou zijn? Nee, dat lijkt me helemaal niet een eerlijker systeem. Men heeft nu eenmaal nodig bij zand en grind een duidelijke vervoerszekerheid. Dat is dat de betonmortelbedrijven en allerlei grote bedrijven dus tijdig van materiaal voorzien zijn. En daarvoor heeft men ook bepaalde geëigende schepen nodig. En dus die schepen die daarvoor gekwalificeerd zijn. En dat kan natuurlijk niet ieder schip. Want als je het over de beurs doet, dan krijg je dan in extreme gevallen de ene keer een schip van 1500 en de andere keer een van 50 ton. Dat kan natuurlijk niet. Je moet daarvoor geëigende schepen hebben. Dus daar is natuurlijk een zekere relatie voor. Bovendien, dat beursregime leidt natuurlijk niet tot kwaliteitsverbetering van de beurs. Want iedereen kan mee blijven doen. Dus we moeten natuurlijk ook op den duur, en dat is ook het streven van de overheid, komen tot een kwaliteitsverbetering van de vloot. En dat staat dit systeem eigenlijk juist in de weg.
Aquarius Gary Fane. Omdat de Europese staalindustrie overproduceert en vanwege de geringe afzet economische stuiptrekkingen vertoont, bedacht de EEG een aardig crisisplan. De 350 staalfabrieken moeten allemaal minder produceren. Iedereen krijgt een deel van de koek toegewezen, opdat zo de zwakke broeders ook aan hun trekken komen. 8 EEG-landen stemden met dit plan in, maar nummer 9, West-Duitsland, ligt dwars, omdat het niet onder de stalen pantoffel van Brussel wil. We gaan nog een keertje over naar Duitsland, Hetty Hessels. Duitsland is de grootste ruwe staalproducent en staalexporteur van Europa en neemt met de modernste fabrieken een derde van de hele EEG-staalproductie voor zijn rekening. Hier wordt de staal nog niet door de staat gesubsidieerd zoals in andere EEG-landen, zegt Economische Zaken. Nog de regering, nog de staalconcerns vinden een dirigistische politiek via een kartel dat bepaalt wie hoeveel mag produceren de ideale oplossing om de staal uit het slop te halen. We hebben daar 200.000 mensen aan het werk, zegt Economische Zaken. 10% minder produceren en er staan 40.000 mensen op straat. En dat EEG-kartelplan is de reinste nonsens als de consequenties van zo'n stap niet bekend zijn. Wij willen weten hoe de EEG als distributiekantoor zich concreet de inperking van de overproductie voorstelt. Hoe onze staalfabrieken gecontroleerd en eventueel beboet kunnen worden als ze te veel produceren. Omdat ons hiervoor alle wettelijke bevoegdheid ontbreekt. Wat gaan we doen met de staalimporten uit Amerika en Japan? Gaan we ons afschermen, onze grenzen sluiten, protectionisme bedrijven, waarop de Verenigde Staten weer ongenadig zal reageren? En wat heeft een productiekartel voor uitwerking op onze exportorders voor banlanden buiten de EEG? Een waslijst van vragen dus, wil Bond tot 22 oktober beantwoord zien. En als deze niet bevredigend uitvallen, wensen een nieuwe conferentie van de EEG-ministerraad. Theoretisch kan Bond door haar afwijzende houding de EEG in een zware crisis dompelen. Zonder Duitsland heeft het kartel geen enkele zin. Onderhandelingen verdienen echter de voorkeur, aldus Economische Zaken, want Bond wil toch niet zo graag als boeman van Europa optreden. Het kan er dus nog op uitlopen dat West-Duitsland meedoet als het een ruimer aandeel aan de EEG-staalproductie krijgt toebedeeld dan de commissie uitrekende. Maar op dit ogenblik bestaat hier nog weinig animo om na het desastreuze landbouwbeleid nu ook nog de dupe te worden van de stalen knuppel uit Brussel. Hetty Hessels voor Veronica Info in Bonn. En de komende 12 minuten zijn voor de NOS. Wij zijn terug om 6:06. In de rubriek mededelingen van de NOS eerst het weeroverzicht van het KNMI. De temperatuur in ons land bereikte vanmiddag waarden van om en nabij de 12 graden. Het was bovendien zonnig en de buiigheid van was nagenoeg geheel verdwenen. Een en ander was het gevolg van de gunstige invloed die een zwak hoge drukgebied op het weer in onze omgeving uitoefende. In de loop van de middag werden in Zeeland wolkensluiers in de hogere delen van de atmosfeer zichtbaar. Deze wolken zijn de voorbode van een actieve depressie die vanmiddag bij de zuidwestpunt van Engeland lag. De depressie zal, naar het zich op het ogenblik laat aanzien, de komende 24 uur juist ten zuiden van ons land voorbijtrekken. We moeten voor de komende nachten ook op regen rekenen. Vooral in de zuidelijke provincies kunnen de hoeveelheden tamelijk groot zijn. In Friesland en Groningen lijkt de kans op regen minder groot. Morgen verwijdert de depressie zich van ons land en komen er weer perioden met zon, maar daarnaast ontwikkelt zich een enkele bui. De wind is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 à 5, aan de kust af en toe krachtig tot windkracht 6, vannacht uit het zuidoosten, morgen draaiend naar richtingen tussen oost en noord. Er worden minimumtemperaturen van 8 graden aan zee tot 4 graden plaatselijk in het binnenland verwacht. De middagtemperatuur morgen ligt rond 12 graden. De vooruitzichten voor zondag en maandag, enkele buien, maar vooral op zondag flinke opklaringen en weinig verandering in temperatuur. Dan nog het weer elders in Europa. In heel West- en Noord-Europa is het weerbeeld herfstig geworden. Ook in de landen van de Middellandse Zee zijn de temperaturen de afgelopen dagen belangrijk gedaald en komen ze nog maar op enkele plaatsen boven de 20 graden. Dan volgt nu een oproep van de ANWB-alarmcentrale. Hij is bestemd voor de heer Gregory B.J. Wolf uit Gladstone, Queensland, Australië, verblijvend in Amsterdam. De heer Wolf wordt dringend verzocht de ANWB-alarmcentrale in Den Haag te bellen. Het telefoonnummer is 070-26-44-26. En dan nog verkeersinformatie.
Vanavond na 8 uur moet het verkeer op de A9 Ouder Amstel-Alkmaar ter hoogte van de Velsertunnel in beide richtingen rekening houden met werkzaamheden en...